We werden dus eigenlijk benaderd voor de schadeopname, hè, na een zware beving. En daarna werd ik ook gebeld door het IMG van nou, zouden jullie akkoord gaan met het feit dat onze premier Rutte ook meekomt voor deze opname? Dus ik dacht eerst in instantie van dat het een grapje was, geloofde dat niet zo. Maar het was echt serieus. Dus ik heb Tamara ook opgebeld van, jemig, volgens mij komt de premier bij ons op bezoek. We hadden wel meteen zoiets van, nou, we hebben niet heel veel zin in heel veel publiciteit en heel veel gedoe eromheen. Omdat er op dat moment best wel veel ook onvrede was, hè, in Groningen. En over was net een aardbeving geweest en veel heftigheid. We waren een beetje zenuwachtig, het gezin zat er natuurlijk. En dan zie je de minister-president de straat inlopen richting jouw huis. Dus ik was wel een beetje zenuwachtig wat dat betreft. Dus ik vond het heel bijzonder. Hij is natuurlijk wel de leider van Nederland. En wij vertegenwoordigen natuurlijk niet de Groningers. Maar wat we wel hetzelfde hebben met gemeen met alle Groningers, is onze onzekerheid, onveiligheid. Ja. Hoe alles gaat met de afrondingen van schades en versterkingen. En dat is best wel een heftig en complex verhaal. Riff was toen nog echt heel klein, onze jongste. Die kon nog niet lopen. Die kroop onder de tafel. Die zat op een gegeven moment aan zijn schoenen te likken. Dus dat was ook wel. Dat breekt wel het ijs. Als ik vanuit mijn gevoel puur spreek, kwam hij heel erg over alsof hij het echt allemaal erg vond. En alsof hij echt geïnteresseerd was. En ik geloof ook daadwerkelijk dat dat wel zo is. Ja, het is natuurlijk wel zo. Dat er verandert niks. Hè? Dus je hebt dan, denk ik, Mark Rutte, de man die, met wie je dan een goed gesprek hebt. Maar ook Mark Rutte, de premier, die er uiteindelijk voor zorgt dat er nog steeds niks veranderd is hier in Groningen. Dus dat is, denk ik, de keerzijde wel een beetje. Hij probeert altijd een soort smeerolie te zijn. En dat kan hij heel goed. Maar daadwerkelijk, daadkrachtig iets doen aan die problematiek. Ik denk dat daar een beetje zijn zwakte zit. Versla nou eens een keer met die vuist op tafel. Weet je wel, de toeslagenaffaire. De dingen die van landsbelang zijn, die echt zo spelen, die zo belangrijk zijn, dat daar iemand voor opstaat en nou eens een keer zegt van, nou kom op jongens. Eerlijk gezegd, ik ben wel toe aan een andere premier, denk ik. Ja, frisse wind zou ik denk misschien heel Nederland goed doen.